Hoi allemaal, welkom bij Fem. In de video van vandaag ga ik jullie tips geven over hoe je gezonder kunt eten. En het is zomer en waarschijnlijk ga je naar een zonnig strand, trek je bikini aan en iedereen is toch weer een beetje extra bezig met gezond eten, extra sporten. Nou, je kent het wel. In de video van vandaag ga ik overigens niet vertellen wat je zou moeten eten, want dat is voor iedereen anders. En voor de een betekent gezond eten super clean eten zonder allerlei toevoegingen of wat dan ook. En voor de ander is gezond eten gewoon een bruine boterham met kaas. En dat is oké. De tips van vandaag zijn echt bedoeld om ervoor te zorgen dat je je eetpatroon wat gezonder maakt. Dat je gewoon wat tips hebt die je hoe dan ook, ongeacht wat voor jou gezond eten is, toe kunt passen en hoe je het makkelijker vol kunt houden. Om eventjes een beeld te schetsen, sinds dat ik een jaar of 15 was, was ik altijd best wel bezig met eten. En had ik heel veel moeite mee om een gezond eetpatroon te ontwikkelen en vol te houden. En sinds een jaar ben ik heel erg aan het sporten, ben ik gezond aan het eten. En ik ben in dat jaar dus ook ongeveer 8 kilo afgevallen. En dat is puur een combinatie van goed eten en goed bewegen en gewoon een gezonde levensstijl. En in het afgelopen jaar heb ik allerlei trucjes ontwikkeld en dingen ontdekt die ervoor gezorgd hebben dat ik het veel makkelijker volhoud. En dat ik eindelijk voor het eerst in al die jaren een gezond eetpatroon heb. En ik denk dat dat trucjes zijn waar heel veel van jullie nog heel wat aan kunnen hebben. Dus die wil ik graag met jullie delen. Mijn allereerste tip is eigenlijk ontzettend saai. Maar het is zo belangrijk. En dat is plannen. En als ik plan wat ik ga eten, dan weet ik gewoon, oké, ik ga dit eten, ik ga dat eten, ik ga dat eten. En dan gaat het goed. Als ik me er niet op voorbereid, dan heb je van die situaties dat je denkt, oh, chips, ik moet nog eten. En dan ga je maar snel iets pakken wat voor in de buurt ligt. En dan ga je snel ongezonde dingen eten. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus wat ik eigenlijk altijd doe, is dat ik 's avonds voor de volgende dag ga kijken van oké, wat heb ik op programma staan? Waar ben ik overdag? Ben ik thuis met eten? Ben ik thuis met de lunch? Wat ga ik doen? Wat heb ik in de koelkast staan? Waar heb ik zin in? En op basis daarvan ga ik opschrijven van oké, dit wil ik eten en dit is ongeveer mijn plan. Nou gebeurt het natuurlijk heel vaak dat ik daarvan afwijk, maar ik heb wel een beetje een idee van oké, dit ga ik voor de lunch eten, dit ga ik voor avondeten eten, dit zijn mijn tussendoortjes, prima. Wat ik trouwens ook heel vaak doe, is dat ik in het weekend, dan duik ik even een paar uurtjes de keuken in en dan ga ik lekkere dingetjes maken die gezond zijn en die ik dan de rest van de week kan eten. Ik hou bijvoorbeeld heel erg van gegrilde groenten, maar dat kost altijd best eventjes wat tijd om het te maken. Dus vaak maak ik dan op zaterdag of zondag, dan maak ik gewoon een enorme bak met gegrilde groenten en die eet ik dan gewoon de hele week door. Hetzelfde geldt voor het voor lekkere dressings, lekkere salades, maak ik ook al gewoon van tevoren, zodat ik gedurende de week daarvan kan eten. En bijvoorbeeld als ik ga werken, dan maak ik de avond van tevoren een bakje salade klaar. Zet ik in de koelkast. Ik hoef het de volgende ochtend alleen maar mee te nemen. Maar omdat ik dus gepland heb en voorbereid ben, ben ik gewoon klaar voor de dag. Een andere truc die voor mij heel erg heeft geholpen, dat is om elke 2 à 3 uur in elk geval iets te eten. Ik was zo iemand die echt soms gewoon 4, 5 uur gewoon niks at. En ja, dan is het logisch dat je op een gegeven moment heel erg trek krijgt en dat je denkt van jemig, ik heb zo'n trek. Nee, ik heb geen zin om nu nog een bord pasta klaar te maken of wat dan ook. Hier met die chips, ik wil het nu. Logisch. Wat ik nu gewoon doe, is dat ik ook met die planning, probeer gewoon elke 2 à 3 uur te eten. En dan is het desnoods iets van hup, snel wat nootjes en een appel, prima. Maar dat ik in elk geval iets in mijn maag heb zitten. En op die manier zorg je er ook voor dat je niet ineens een enorme trek hebt. Ik hoor wel eens van mensen dat ze zeggen van ja, maar als ik dan op kantoor zit, dan heb ik om, weet ik veel, om 8 uur 's ochtends thuis ontbeten. En dan heb ik om 11 uur alweer trek, maar ik ga pas om 12 uur lunchen. Ja, logisch. Je lichaam heeft gewoon brandstof nodig. Dus het is heel normaal dat je na een paar uur trek hebt. En eet dan gewoon wat. En ja, eet gewoon tussen lunch en ontbijt en tussen lunch en diner. Eet gewoon wat tussendoor. Echt, je lichaam heeft het nodig. En het zorgt gewoon voor dat je veel stabielere energie hebt en ook dat je veel minder trek hebt. Ze zeggen wel eens meten is weten en dat is echt waar. En zeker in periodes als ik het druk heb en daardoor dus wat minder op mijn voeding let, dan probeer ik toch ervoor te zorgen dat ik bijhoud wat ik eet. En dat doe ik gewoon heel simpel in de notities app van mijn telefoon. En dan schrijf ik gewoon op van oké, ik heb dit en dit gegeten, dat was om zo en zo laat. En dan zie je ook ineens van hé, ik heb daar te lang gewacht met eten. Of ik heb daar wel ineens heel erg ongezond gedaan. Wat dan ook. Maar het geeft je inzicht en het zorgt er ook voor dat je je eigen valkuilen een beetje gaat herkennen, waardoor je er rekening mee kunt houden, zodat het volgende keer niet meer gebeurt. Als mensen gezonder gaan eten, dan halen ze heel vaak dingen uit hun voedingspatroon weg. Dan zeggen ze van, oh, ik mag geen chocola meer. Oh, ik mag geen chips meer.
Je kent het wel. En als je dat doet, dan ga je natuurlijk daar alleen maar aan denken. Maar dan voel je je ook heel erg beperkt in je eten. En dat is rot. Want dan ga je de hele tijd maar die chocola denken. En dan denk je, nee, ik mag geen chocola. En dan wil je alleen nog maar chocola. En dan is het geheid dat het een keertje misgaat. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wat daarvoor een truc is, is als je van plan bent om gezonder te gaan eten, om gewoon gezonde dingen aan je eetpatroon toe te voegen, in plaats van dingen weg te halen. En doordat je steeds meer gezonde dingen toevoegt, zul je uiteindelijk krijgen dat je minder trek hebt in die ongezonde dingen. En volgens mij is het ook wel een beetje te maken met vitamines en weet ik het wat je daarmee allemaal aanvult, waardoor je minder trek krijgt in die gezonde dingen. Maar het is in elk geval een hele makkelijke manier om toch je eetpatroon ietsje gezonder te maken zonder dat je jezelf al te veel moet ontzeggen. Dat is overigens ook waarom ik niet zo'n fan ben van diëten. Want bij een dieet, het is sowieso tijdelijk eigenlijk in principe. De meeste diëten kun je gewoon niet lang volhouden. En vaak mag je bij een dieet geen koolhydraten meer eten. Je mag dit niet eten, je mag dat niet eten, dat is slecht, dat is slecht. Oh, nee, doe dat gewoon niet. Echt, common sense is volgens mij het beste dieet, om het zomaar te noemen. Of nee, is de beste manier om je eetpatroon aan te passen. Geen dieet. Er is heel erg lang een tijd geweest dat ik heel erg keek naar de calorieën op een verpakking en naar de vetten en weet ik het wat. En op een gegeven moment ben ik mezelf gaan aanleren om gewoon niet echt meer op calorieën te letten. Ik let wel heel erg op mijn ingrediënten. Van joh, zitten er niet al te veel kunstmatige dingen in? Of oh wow, hier zit wel heel veel suiker in. Misschien is dat niet al te best om te doen. En wees ook niet zo bang voor vet. Zeker gewoon gezonde vetten uit noten, avocado's, olie, weet ik het wat. Daar hoef je echt niet bang voor te zijn. En door dat krampachtige van die calorieën een beetje los te laten, daardoor kon ik ook veel relaxter met eten omgaan, waardoor het gewoon veel makkelijker werd om gezonder te eten. Mijn allerlaatste tip is: wees niet te streng voor jezelf. En ik denk dat het voor heel veel vrouwen herkenbaar is dat we redelijk streng voor onszelf zijn. Dat als je met jezelf hebt afgesproken van oké, ik ga de hele dag gezond eten, en dat je dan toch een koekje neemt of een stuk chocola, wat dan ook, en dat je dan heel erg boos op jezelf wordt. Dat is nergens voor nodig. Echt niet. En juist, je moet jezelf een beetje, je moet gewoon cheerleader voor jezelf zijn. Klinkt heel erg stom, maar je moet gewoon positief zijn. En zoiets hebben van, oké, blijkbaar werkt deze krampachtige manier niet. Misschien moet ik gewoon naartoe staan dat ik mezelf gewoon elke dag een stukje chocola geef. Nou, lekker, heb ik zin in. Goed, prima. Maar zorg er gewoon voor dat je positief blijft, positief over jezelf denkt. Niet denkt van, oh, ik heb geen wilskracht, wat dan ook. Doe dat alsjeblieft niet, echt. Je maakt jezelf zoveel gelukkiger door gewoon positief te blijven en een beetje lief voor jezelf te zijn. En dan komt dat met dat eten en met de beachbody, komt het helemaal goed. Nou, hopelijk hebben jullie iets uit deze video opgestoken. Ik ben overigens geen expert, maar ik heb de afgelopen jaren dus wel wat dingetjes geleerd voor mezelf. En ik denk dat jullie daar ook al wat aan gaan hebben. Dus ik wens jullie er heel veel succes mee. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!